We zitten dus in een koude periode. Het wordt vannacht min 10, 12, je weet het niet. En ja, deze zitten dus elke nacht met z'n allen in die boom. Je hoort ze ook piepen. Dat is die twee legbarretjes. Daar zit Piet. Daarachter zit... Oh, kijk nou weer. Dat is grappig. Zo. Hier zitten ook die gekke kuikens in de boom. Met hun aaiermoeder. Dat is grappig. Daarachter zit een Conchita. En daar zit nog een aaier. Ik dacht dat Kiki en Brownie hier ook altijd zaten. Maar die zijn dus zo slim om naar binnen te gaan. Nou ja, voor mij mogen ze hier blijven zitten. Dat gaat al 2-3 nachten goed. Alleen die haan, ja, die ga ik toch weer naar binnen zetten. Hè? Je weet het. Die kuikens zitten de hele tijd te piepen met elkaar. Te communiceren. Hé! Hey! Jullie hadden zo'n mooi hok. Ze hebben eruit geflikkerd. Hè? Mocht je van je moeder niet meer thuis wonen. Terwijl je zou denken, lekker met z'n allen in een hokje. Dat is net zo warm natuurlijk. Nou, ga je mee vriend? Dan ga ik je weer in je hok zetten. Zit hij in zijn bed. En inmiddels zijn dus Haantje. Hé, waar is dat zwarte Haantje? Die zit hier niet meer. Oeh, die moet ik eens even gaan zoeken. En dat kleine Fluffje. Daarboven zit nog de witte Brahma en Humbertaatje. Dus ik mis hier één Haantje. Die moet ik eens even gaan zoeken. Want die gaat morgen natuurlijk hartstikke kukkelen als we niet uitkijken. Nou, dag jongens. Nou, Kiki, Brownie. Wie zit hier dan allemaal? Oeh. Kiki, Brownie. Nog een Ayom. Fluff. En dan dat haantje. Die moet toch ook naar binnen eigenlijk, hè? Deze moet toch ook echt naar binnen? Ja, als die anderen buiten willen zitten, ja, wie ben ik? Het gaat al nachten goed, denk ik. Dat ze er al nachten zaten. Nou, doei jongens. Nou, en in het kader van meten is weten. Hoe koud is het nou in zo'n hok? Want de ijspegels hangen eraan. Hele mooie lange. En er zitten hier natuurlijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dus we leggen er weer eens een... Oepsakee. Kijk, oh sorry. Sorry jongens. Leggen we er gewoon in het midden, dus niet tussen de kippen. En dan kunnen we dus hier zien hoe warm het in het hok is. Laten we even liggen. Dan leggen we bij de boys hier ook nog eventjes een thermometertje erin. Nou, en dan in het hok van de boys is het zo'n 2 graden. 2,2, maar ja, nu staat de deur open. 2,1, dus dat valt op zich mee. Even dat thermometertje laten liggen, 0,1 graad. En dan ligt die ook echt... In het niks. Kippen hebben natuurlijk een lichaamstemperatuur van 40 graden. Dus als ze lekker met z'n allen bij elkaar tegen elkaar aan gaan zitten, dan hebben ze het prima. Dus het vriest niet eens in het hok. Het vriest net niet in het hok. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk prima voor ze. En de dames en de heren in de boom. Ja, die hebben een stukje kouder. Ja, met je koude nekkie. Heb jij geen koud nekkie? Een Conchita. Ja, die heeft wel een koude nek eigenlijk. Schuif hem weer in. Ja, ze kunnen er wel goed tegen, dus blijkbaar. Hè? Ja, ze kiezen er een beetje zelf voor. Deze zit ook wel eens in een hok. En de zwijnen, zij snurkte door. Snurken we niet? Ja, snurken wel.
Heerlijk, hè? Nou ja. Ja, en konijnen. Ja, die geven gewoon helemaal niks erom, hè? Je zit gewoon lekker met je dikke vacht in de sneeuw. Een heel huisje met stro en hooi en eten. Hè? En waar is je zus? Die zit erachter. Zie je nou? Oh, daar. Daar zo, huppelt hij. Achter daarin. Nou ja, jongens. Hè? Lekker hoor, sneeuwkonijnen. Hé? Schurkies. En dan is het ochtend en best nog wel vroeg. De rest van de hokken gaan nog dicht. En er zijn alle buitenzittertjes. Fluff. De legbarren. Brownie en Kiki. Kuiken. Daar nog Conchita. Ayam en Piet. Die zijn allemaal. En natuurlijk mijn zwijnenvrienden, want die hebben honger. Die zijn al staan voor de voordeur. Dus ja. Zo'n hok hebben jullie helemaal niet nodig, hè? Het wordt toch allemaal moeilijk over. Nou, ik zal jullie even eten geven. Nou, de mannen die blijven ook lekker binnen. Oeh, ga jij naar beneden? Het wordt een stoert bovenop al die anderen, hè? Huppakee, daar komt er ook nog een aan. Hoe gaan ze dat doen dan? Ga jij gewoon landen bovenop die anderen? Op ze brama's, kdeng. Kom maar. Het is toch wel mooi dat ze weten dat ze niet echt kunnen vliegen, hè? Dat ze echt gewoon een soort naar beneden donderen. Nou, daar is een plekje, daar kan je landen. Kom op. Bof! Oh, ze is ook meteen buiten. Via de rug van de haan. Charming, schatje. Maar is goed, ben je ook even lekker buiten, hè? Jij wilt toch ook wel naar buiten? Oh ja, had het zwijn hier zitten eten. Wat een koekenbakker. Hè? Dat is toch niet lief? Nou, ik zal nog wel een beetje bijpakken dan. Even drinken. Goed zo. Nou, de mama's die hebben hem nu echt, ze hebben nu voorgoed die kuikens alleen gelaten. Dus die staan op zichzelf. Nou, als je dan graantjes gooit in plaats van legkorrels. Die legkorrels vinden ze, hoewel het wel beter is en gezonder, zeggen ze, vinden ze het niet zo lekker. Maar die graantjes vinden ze heerlijk. Dus dan komen er toch wel weer wat meer bij buiten. Ook Miss Brahma daar, die wil van haar stok af. Het zijn niet van die eleganters, hè, die Brahma's. Ik bedoel, ze lopen verder wel. Maar om te springen en te vliegen ziet het er eigenlijk niet uit. Kijk, zo'n klein ajaampie. Die doet het allemaal heel vlotjes, maar... En even later, dan zijn ze er bijna allemaal uit. Alleen Bertaatje, die staat nog een beetje te trutten. Ik heb wat voer op het loopplankje gegooid. En dat gaat helemaal goed. Het water is geregeld. En zij zijn eruit. De kuikens hebben bedacht dat het hier lekker is. Kijk eens. Ah ja, mama. Bertha is natuurlijk weg. Dus ze zijn weer terug bij één moeder. En ze luisteren nog steeds braaf. Ze zijn wel groot, hè? Jeetje. Nou, als iemand ze wil hebben, of iemand er één wil hebben, dan kan dat. Ze zijn wel grappig. Is het hok nu eindelijk ook leeg? Nou, hé. We zijn eraan gewend. We zijn... gewone sneeuwkippen geworden. En ze leggen nog eieren ook.
En natuurlijk, drinken is heel belangrijk. Het water is weer ontdooid. Als we niet kunnen drinken, dan hebben we een probleem. Maar dat gaat goed. Ik snap dat het binnen heel fijn is, maar dat gaan we toch niet doen. Dat staat namelijk het voer. Jij bent altijd, hè? Altijd jij. Altijd jij. Ik wil altijd even naar binnen. Nou, zo.